groep studenten van de HAN presenteerde vrijdagmiddag een onderzoek dat ze uitvoerden voor de Maartenshoeven en de stichting Centra voor aangepast paardrijden. Vanuit de overheid wordt meer en meer bezuinigd op speciaal onderwijs. Ook de Maartenschool moet fors bezuinigen dit jaar. Iets dat KAP en de Maartenshoeven duidelijk zullen merken. Daarom zijn vrijwilligers meer dan nodig. Ik ben Anneke Berendijk. Ik ben leidinggevende van Stichting CAP. En we hebben de afgelopen 3 dagen een pressure cooker gehad. Studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, van de HAN, hebben zich gebogen over een probleemstelling die hier op de Maartenshoeven speelt. Studenten waren getuigen hoe een van de kinderen met een beperking bij KAP reageerde op het paardrijden. En dat maakte diepe indruk. Het opvallendste vond ik dat op het moment dat wij zagen wat er gebeurde met het jongetje die op het paard werd getakeld, dat de sfeer veranderde in de groep en dat we ook allemaal nog een extra steentje bij gingen dragen. Het betekende veel voor dat jongetje, dat was duidelijk. Hij kwam redelijk gespannen aan en hij ging erop zitten en daarna was hij gewoon heel blij. En overal, hij was enthousiast, hij was open, hij zocht contact met ons. En het was gewoon echt te zien dat het wat doet en dat het voort moet blijven staan. De studenten volgen studies vanuit sociale, technische en andere domeinen. Ik ben Dorst Spierings van de HAN Civil Society Lab. En de studenten hebben 3 dagen een pressure cooker hier gedaan. En dat hebben we ooit bedacht vanuit teambuilding en om hun kennis te laten maken met vakgebied. Maar uiteindelijk hebben we gemerkt dat ze eigenlijk zo enthousiast worden in die 3 dagen dat ze heel ver komen als groep en elkaar leren kennen en het probleem leren kennen. Dus ook op een leuke manier advies kunnen geven.